Goedemorgen iedereen, we zijn nu in Alkmaar en we gaan nu naar de kaasmarkt. Ja, dat is iets voor de Jury, want die eet heel graag kaas. Hè, schat? Ja. Deze meneer heeft wel adres. Ja. Ik ga nog moeten oppassen met wat ik eet, want met een buik is het toch nog niet helemaal in orde. Is het misschien dezelfde? Ik weet het niet. Nee, dat is zoethoutthee pakken, aangezien dat goed is voor de buik. Je gaat last hebben van krampen en je hebt zoethoutthee, dat drinken. Wat zou dat daar zijn? Is dat een soort kaasmolen of zo? Huh? Wat is dat voor een molen? Dat is een kraan. Een kraan? Ja, dat is een kraan. En aan de andere kant tankt een dorkboot. Amai. Wat? We zijn hier in Marker. Als we niet gaan, een andere gids van hier ons rondleiden hier heel de namiddag. En gaan we met een boot naar Volendam. Allereerst hier lekker eten. Mijn naam is Fred trouwens. En we maken een hele kleine ronde door Marken. Dat we over een kwartiertje zeg maar bij het restaurant zijn. Want ze gaan nu, verwachten ze alweer een andere groep. Dus het is niet erg als ik 5 minuutjes later aankom. We gaan een kleine wandelingetje maken en dan richting de haven. Kijk uit, we gaan hier over het zeeland van Marken. Marken overstroomde vroeger regelmatig. Vandaar dat de mensen hier echt verhogingen hebben moesten maken. Je ziet dan altijd ook sloten langs zo'n verhoging. Dit heet een terp. Een terp, die moesten ze dus eerst maken en laten drogen. En daarbovenop gingen ze dan pas hun huizen opbouwen. En sinds de laatste overstroming in 1916, toen was er een professor erop gekomen van: jongens, we moeten toch ervoor zorgen dat Marken niet meer zo vaak gaat overstromen. Toen hebben ze een afsluitdijk gemaakt. Dat is een dijk van 32 kilometer om Marken af te sluiten van de Zuiderzee. En dus de Noordzee, daar is het water 2 meter hoger dan het IJsselmeer, wat we straks hier kunnen zien. En dat heeft ervoor gezorgd dat Marken niet meer overstroomde. Maar het nadeel is, er is weinig verse vis komt erin. Het zou nog niet zo erg zijn, want de vissen die produceren zich heel erg snel. Maar de aalscholvers die komen tussen de 500 en de 600, die komen elke avond daar richting Volendam. Een visje halen in Volendam. En als je met z'n 500, 600 komen, dan wil het zeggen 500 of 600 kilo vis per avond gaat er zo weg naar de dieren. Nou, de vissers die zouden het liefst met een mitrailleur al die beesten zo neerschieten. Al waren het niet dat ze lid zijn van mevrouw Thieme. En mevrouw Thieme, dat is
de dierenpartij. En die zit dus bij ons in de regering. En die zegt, jullie blijven met je takken van die beesten af. Nou, dus een vissertje meer of minder, dat kan hun niet schelen. Maar ja, dat er geen vissers meer, ja, dat er, die vogels, die moeten blijven leven. De monniken die zijn hier gekomen in zeg maar rond 1235. Die hebben dijken om dit eiland gebouwd. En dit is ongeveer bijna drie vierkante kilometer is dit. En na 133 jaar is er een graaf gekomen die zegt van jongens, alles goed en wel, ik ben protestant. Jullie gaan vanaf nu protestant worden of we gooien jullie in de haven. Nou, de meeste mensen hebben toch gekozen voor het protestantisme. De rest is gevlucht richting Monnikendam. Dus... Oh, dat is iets gewoon zeg. En de kippen en zo zaten onder je huis. En, want je ziet daar een terp en daar een terp. Die andere huizen zijn gewoon wat hoger gebouwd dan deze. Dus vroeger waren dit allemaal paalwoningen. Nu niet meer. En het is ook zo, er wonen niet zoveel mensen. Er zijn maar 1870 of 1890 mensen op het ogenblik hier in Marken. De lunch van vanmiddag kost kiezen tussen de kip en vis. Dit is een kijkhuisje en daar laten ze zien hoe dat ze in die tijd gewoond hebben. En nu gaan we met een boot naar Volendam. Dus je ziet hier Marken, als je Marken verlaat, als we straks in Volendam komen, dan denk je van jeetje dat dit nog kan bestaan hier. Hè? Allemaal houten huisjes. En degene wat we daarnet gezien hebben, houten huisjes op palen. Dat is in Volendam heel wat anders. Daar is het één grote big business straat. Hier wordt dus weinig geld verdiend, in Volendam juist weer wel. Dit water wat je hier ziet, dat is de Gouwzee, dat is een onderdeel van de Zuiderzee. En het is maar op een heleboel plaatsen maar 1,50 meter diep. Rond 1200 hebben hier hevige stormen gewoed. En toen is dat stuk tussen Monnikendam en Marken waar jullie overheen zijn gegaan, over de dijk, dat was toen weggeslagen. En daardoor is Marken een eiland geworden. Marken was vroeger vast aan Volendam en aan Monnikendam. Dit was alles nog drassig, maar wel vast. Aan het vasteland. We zijn beneden komen staan. Boven zat het vol vliegjes. Daar is een hele schone boot. We zijn aangekomen in Volendam. Nu gaan we in de kaasfabriek binnen. Parking. Er zit gewoon een eend op de parking. Dus ik denk dat het een bus is. Tutu. We hebben in de rijden net een broodmaaltijd nog gekregen. En nu gaan we onderweg naar huis, naar Remixen. Begin ik een keer mee, geniet ik van het eeuwigstijd. Maar dan word ik soms, want dan merk ik plots dat ze iets vergeten zijn. La 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 la, red ik het net? Waar is mijn vleeskroket? Ze zijn ze in frituur alweer vergeten. Red ik het net? Waar is mijn vleeskroket? Waar is mijn vleeskroket? Ze zijn ze in frituur alweer vergeten. Rettegedet, waar is mijn vleeskroket? Chinees heeft ze waarschijnlijk zakken vleeten. Dat is een vriendelijke middag. De politie komt al kijken. Jij moet ook wel gaan.
Ik dacht dat ze die police daar hier nog een probleem. Ja. Doei. Ja, dit is er al. Dat is geen bus. Dat is een camion. Nee, de bouwbeur. Ah, die had nog inderdaad. Ja. Ah ja, moet toch. Daar is de reservebus. We zijn thuis geraakt en het is ondertussen al 10:30, dus ik ga de vlog afsluiten. Uitpakken zal nu ook voor morgen zijn en ik denk dat ik deze vlog ook morgen pas ga editen, want ik heb er eigenlijk genoeg van gehad van vandaag. Ik zie jullie de volgende keer weer. Dag!